De nieuwe brug ter hoogte van kilometer 4 op de Lange Tabikiweg in Marowijne is vandaag in gebruik genomen. Het infrastructureel werk werd ingezegend door de lokale bewoners, alvorens de lintjes werden doorgeknipt door minister Riyad Noor Mohammed en vertegenwoordigers van bouwbedrijf Houkes en mijnbouwbedrijf Nieuwmond. Kapitein David Koyna van het dorp Krabu Olo vertelde hoe lang de brug op zich heeft laten wachten. Kijk, wanneer het regentijd is, dan staat het water vanaf de wie zei daar, ver in de kostgrond van die meneer daar tot hier. Water. Vandaag staat de brug hier. Ja, en ik was begonnen om te zeggen, als men die duikers die hadden geplaatst, zou het altijd een vloek kanonade zijn van kijk wat Nieuwmond heeft gedaan, kijk wat Nieuwmond heeft gedaan. Ja? Maar nu, de brug er staat, iedereen die hier langs gaat, ons dat een mooie Nieuwmond. Goed zo. Ik hou van het woord prima. Koyna zegt dat er jarenlang een discussie gaande was over de methode waarop de brug moest worden opgezet. De bouw werd daardoor aangehouden. De ingenieurs die in eerste instantie de brug zouden bouwen, hadden een methode met duikers voorgesteld. Maar dit zou volgens de kapitein en de uitvoerder van het project totaal niet gunstig zijn. Districtscommissaris Olivia Domini verzocht de samenleving om zorgvuldig met de brug om te gaan. Wij moeten het onderhouden en zuinig ermee omgaan. Wij moeten ook erop toezien dat anderen geen misbruik maken van deze brug. Ik ben ervan overtuigd dat deze brug een positieve impact zal hebben op de verdere ontwikkeling en economisch welzijn van de bevolking van het district Marowijne en anderen. Domini zegt dat de brug enorm belangrijk is omdat de vorige er heel erg aan toe was. De brug op de Lange Tabikiweg is een verkeersader voor de Miriammijn en heeft een kostenplaatje van $564.000. De brug is volledig van beton en staal opgetrokken.